Een felle uitslaande brand heeft vrijdagavond laat een vrijstaande woning in het buitengebied van Dinteloord volledig verwoest. Het vuur in een huis aan de Zuidzeedijk ontstond kort voor 11:30, waarna de vlammen al snel om zich heen grepen. Toen de eerste brandweerlieden arriveerden, stond de woning al in lichte laaien en bleek deze niet meer te redden. Wel kon er nog een achtergebleven hond veilig uit het huis worden gehaald. Er werd opgeschaald naar code grote brand en 3 blusvoertuigen, een hoogwerker en aanvullend materieel werden opgeroepen om de brand te bestrijden. Het is nog niet duidelijk hoe de brand kon ontstaan.